Ik ben Theo, ja. Theo van Nieuw junior, zoon van Theo van Nieuw senior. Ja. En ik speel gitaar, muzikant. Ja. En ik ga vanavond hier het voorprogramma verzorgen. Oké, wat voor soort muziek maak jij? Heel veel verschillende soorten muziek, maar als je het een beetje wil labelen, gewoon rock. Ik zou het gewoon rocken, met af en toe wat uitstapjes naar de blues, naar de country, of wat harder. Oké. Okay. Ja, dus zoiets. Oké. Okay. Veel succes vanavond. Dankjewel. Thank you.
Dank u. Ik kom van Leidschendam. Okay. Ligt bij Den Haag. Ja. En daar woon ik eigenlijk al heel mijn leven. Okay. Ja, dus je kan je kreeg van senior. Liever noem je me eigenlijk overhanden. Van de Hagenese of Hagen. Ja, ja. Dat klinkt wat stoerder. Ja, ja, leuk. Je kreeg van senior een gitaar overhandigd. Ja, ja, volgens mij was het mijn verjaardag ook weer. En toen was het, hadden ze een gitaar van 50 gulden gekocht bij de Marskramer. Ja. En geef het kind maar die gitaar en kijk wat ermee gebeurt. Ja. En toen ging ik bij ging ik op lessies bij mijn basisschoolleraar in een groepsles en zo. En, de meesten die konden er allemaal geen fuck van. En ik pikte het redelijk snel op. En dat was wel grappig. Dus die zei uiteindelijk, ga maar door ermee bij een echte goede leraar. Je hebt al die nummers zelf geschreven, ja? Maar ik begon een beetje serieus te spelen, denk ik, vanaf mijn tiende of zo. Was zelfs nummer 11e, 12e. Heb je iets in je hoofd? Je hebt al die nummers zelf geschreven, hè? Ja. Zelf gecomponeerd. Ja. Waar begin je? Als je aan zo'n nummer... heb je iets in je hoofd? Wat gebeurt er? Nou ja, dat wist ik dus ook niet in het begin. En ik ben gewoon maar wat gaan doen. Toen ik er eigenlijk mee begon, kon ik voor gaan meter schrijven. Muziek schrijven. Gaandeweg leer je het een beetje. Je val en opstaan eigenlijk. Er is geen vaste manier om te schrijven, heb ik wel gemerkt. En heb ik ook veel gelezen om me heen. Iedereen heeft het een beetje anders. Bij iedereen werkt het anders. Maar af en toe heb je ingevingen. Je hebt een idee, wat je zei ook. En het is heel belangrijk, heb ik geleerd, gaandeweg, dat je dat idee zo snel mogelijk moet pakken. Want voor je het weet, binnen 20 minuten is het weg. Ja. Dus ik heb heel veel ideetjes opgenomen op mijn telefoon of op mijn computer, dat soort dingen. En dan kan je het later uitwerken. En ja, zo heb ik het eigenlijk veel van mijn nummers geschreven. En af en toe, bij de een moet je iets meer vechten dan de ander. Je hebt een cd met de compositie. En de andere die gaan veel sneller. Ja. Het verschilt. Er staan 6 nummers op. Je hebt een cd gemaakt, hoe heet die ook alweer? Practiced Bravado. Ja. Ja. Er staan 6 nummers op. 6 nummertjes, ja. 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 Hij is een cd van een half uurtje net. Ja. Ja. Het zijn iets langere nummers. Ja. Maar er gebeurt een hoop in de muziek. Ja. Dus dat maakt het wel weer goed voor misschien de lengte ervan. Oké, totaal wat anders.
Wanneer ben je aan het bouwen aan een nieuwe band? Je speelt solo. Wel zo'n plan. Ben je al aan het bouwen aan een nieuwe band? Nou, nog niet echt. Wel zo'n plan? Ik heb al sowieso ideetjes, plannetjes en zo. En ik ben ook tussendoor stiekem al gewoon aan het schrijven voor andere dingen. En ik heb al dingen liggen van gaandeweg, maar sommige dingen kan ik nog niet gebruiken. Het ligt een beetje aan welke kant ik op wil gaan. Ik speel redelijk veel stijle muziek. Dus ik zou bij wijze van spreken heel graag een kick bluesband willen hebben. Zou ook een kick rockband willen hebben. Ja. Dus ik moet even kijken, wat ga ik doen? En kan ik ook de juiste mensen om me heen vinden, dat vooral. Om me heen verzamelen. Oké, laatste nummertje. Als het goed is, komt die precies uit met mijn tijd. Thank you.
That's it. Dank jullie wel, mensen. Veel plezier bij de Doors in Tribute. En mochten jullie nog een dunne, blonde, lange muzikant willen steunen, met cd's te koop, daarachter, 10 eurotjes. Dank jullie wel nogmaals. All right.